Welkom bij B2S Television. Deze week Heartbase. 1992 is for you. Een nieuwe knockout battle van Frontliner versus Max Enforcer. En een interview over Hardcore for Life met Isha. Momenteel is B2S druk in de montage om speciaal voor jou de aftermovie van Heartbase 2015 af te ronden. Ben je benieuwd wat je kan verwachten van de aftermovie? Check dan nu de aftermovie teaser op facebook.com/officialheartbase. Hou voor de release van de aftermovie de B2S website en socials goed in de gaten. Op zaterdag 23 mei wordt een gloednieuw evenemententerrein in de Eendrachtspolder het toneel voor een ode aan de opkomst van de elektronische dansmuziek. Oftewel, de House Classics. Diverse Rotterdamse clubs speelden hier een legendarische rol. Te denken aan Parkzicht, Nighttown en Carrera. Vergeet dus niet dat het festival 1992 is for you aanstaande zaterdag in de voorverkoop gaat vanaf 1 uur via de B2S Ticketshop. Ik ben DJ Isha, ik zit bij New Fight Records. Ik draai 28 februari in de Maasilo op Hardcore for Life. Isha staat voor mainstream en uptempo. Ik hou weer niet van te snel, zeg maar. Ik vind boven de 200 bpm vind ik weer net te snel. Maar ik vind onder de 180 weer net te langzaam. Dus ik zit er echt een beetje tussenin. Terwijl ik hou ook heel erg van oude plaatjes. Draai ik ook heel vaak. Sowieso als ik ook ergens moet openen, dan begin ik ook gewoon met mainstream. Maar mijn stijl zelf is toch echt, ja, gewoon wel rocken. Hardcore for Life gaan we zeker mijn trackies horen. En ik heb nog een paar exclusive trackies van Neophyte Records die ik ook ga draaien. Als je van hardcore houdt, dan hoor je op Hardcore for Life te zijn. En omdat het in de Maasilo is, en dat is al hardcore. En om alle verschillende stijlen, dus je hebt en hardcore en je hebt terror. Dus het is, als je eenmaal gabber bent, dan hoor je gewoon op Hardcore for Life te zijn. Hardcore for Ladies area sta ik, tussen vriendin van mij ook Amara en een paar goede vrouwelijke DJ's. Ik vind die area sowieso echt tof, omdat er veel vrouwen zijn die draaien en ook produceren, maar die bijna niet gehoord worden. Dus ik vind het wel fijn dat B2S ook ons een kans geeft om gehoord te worden. Ik vind sowieso Hardcore for Life heel vet, want sowieso dat het al in de Maasilo is, dat is voor mij al gewoon de bom. Want ik hou echt van de Maasilo, heel erg underground en geluid is altijd goed. En B2S heeft altijd een goede line-up, altijd van alles wat, veel talenten ook, dus ja, ik heb zin in. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar Spitnoise, Syntax, The Player natuurlijk, en de Hyrule War, Andy De Core. Ik heb wel echt veel, in elke area staat wel iemand wie ik graag wil zien die avond. Het liefst draai ik gewoon echt alleen maar mijn eigen nummers in de set, dat vind ik altijd het mooiste. Ik bedoel, zoveel artiesten hebben hun eigen nummers, dus ik kan dan wel weer zoveel nummers van een andere artiest draaien, maar het beste heb je gewoon je eigen nummers natuurlijk. En mensen moeten ook echt bij mijn set komen, omdat ik ook echt gewoon exclusieve tracks draai voor mijzelf. Het is niet dat je in de main stage staat en dat je bij mij komt en dat je dan hetzelfde hoort. Ik vertel mijn eigen verhaal in mijn hele set. Nou, ik heb dus sinds kort getekend bij Make You Dance. En zodoende ben ik bij Neophyte Records gekomen. Ik moest toen draaien op Neophyte Solo Night. En dat was natuurlijk heel gruwelijk. En toen stond Neophyte daar en die vroeg mij of ik samen met haar wou draaien. Dus toen dacht ik al helemaal zo. En zodoende heeft hij mij een berichtje gestuurd, gevraagd of ik samen met hem een track wou maken. En nu zit ik dus veel met hem in de studio. Ik leer echt heel veel van hem. En voor mij is hij ook natuurlijk de grote baas. Want Neophyte heeft toch echt zijn eigen sound. Maar ik heb ook weer mijn sound. Dus in elkaar, het is gewoon nieuw. Het is in ieder geval nieuw. En ik vind het wel goed voor de hardcore wereld weer een keer wat nieuws. 28 februari gaan we underground. In de Maasilo, Hardcore for Life, DJ Isha, be there.